het ware evangelie. Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie. Er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen, het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel, vervloekt is hij. Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen, vervloekt is hij. Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, dan zou ik geen dienaar van Christus zijn. Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb, niet door mensen is bedacht. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard. U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overtuiging in voor de tradities van ons voorgeslacht. Maar toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd en ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabia gegaan en ben vandaar weer teruggekeerd naar Damascus. Pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas te ontmoeten. En bij hem bleef ik 2 weken, waarvan de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jacobus, de broer van de Heer. God is mijn getuige dat ik u de waarheid schrijf. Daarna ging ik naar het kustgebied van Syrië en van Cilicië. De christengemeente in Judea hadden mij nog nooit ontmoet, maar iedereen had over mij horen vertellen. De man die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij toen probeerde uit te roeien, en zij prezen God om mij. Na verloop van 14 jaar ging ik opnieuw naar Jeruzalem, samen met Barnabas en Titus. Dat was mij in openbaring opgedragen. In besloten kring legde ik de belangrijkste broeders het evangelie voor dat ik aan de heidenen verkondig. Want ik wilde me ervan overtuigen dat mijn inspanningen toen en nu niet voor niets waren. Maar zelfs Titus, die mij vergezelde, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij toch een Griek is. Dat wilden alleen een paar schijnbroeders die als spionnen waren binnengedrongen, om achter te komen hoe wij onze vrijheid, die we in Christus Jezus hebben, gebruikten. Ze wilden slaven van ons maken, maar we zijn geen moment voor hen gezwicht, want de waarheid van het evangelie moest in uw belang behouden blijven. De belangrijkste broeders, hun positie interesseert me trouwens niet, God slaat geen acht op het aanzien van een mens, hebben mij tot niets verplicht. Integendeel, toen ze inzagen dat mij de verkondiging onder de heidenen was toevertrouwd, zoals aan Petrus de verkondiging onder de besnedenen. Want zoals God Petrus kracht had gegeven voor zijn werk onder de Joden, zo had hij mij kracht gegeven voor mijn werk onder de onbesnedenen. En ze dus de genade onderkenden die mij geschonken was. Toen reikte Jacobus, Kefas en Johannes, die als steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de besnedenen. Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden. En dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet. Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de heidenen, maar toen de afgezanden van Jacobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. De andere Joden deden met hem mee en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door een huichelarij. Toen zeg ik dat ze niet de rechte weg van het ware evangelie bewandelden. Zei ik tegen Kefas in aanwezigheid van iedereen: jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden en je houdt je niet aan Joodse gebruiken. Kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven?